Algemene Buggy Club Holland, ook leuk. Dat is wel grappig. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 12 augustus 2023 en het is nu 3:15 in de middag. Ja. Zoals jullie zien ben ik met Lady lekker aan het lopen. Lekker met mijn grote vriendin. Even lekker plasje doen. Moet ook gebeuren. Ja. Ja, schat. Ja, goed zo. Keurig, schatje. I love you. Maar dat wist je al. Ja, echt wel. Dus nee, ik ben dus nu even lekker aan het lopen. Roderick is met de twee zusjes even aan het lopen. En ja, ik had zoiets van, ik neem jullie gewoon weer even een beetje mee met het uitlaten. Ook wel weer even leuk, ja toch. Dus, en wat we zo meteen gaan doen, weet ik zo 1, 2, 3 niet. Ik denk nog sowieso even naar de Jumbo of zo. Geen idee. En ik moet even heel veel 5 centjes even inleveren. Dat staat er, want dat ligt ook al een hele tijd op mij te wachten. Dus dat moet ik sowieso even zo meteen nog gaan doen. En ja, voor de rest. Ik zie wel wat en wat de dag gaat brengen. Ja, meer kan ik ook niet zeggen. Nee, ik heb even lekker een rustig weekendje. Ja, ook wel lekker. Nee, die was even lekker aan het struinen. Ik denk, ik ga even helemaal even inzoomen op de maar. Ze komt helemaal weer terug. Nou! Maakt niet uit. Hè, dan pak ik weer de camera erbij en dan doe je dan is het ook weer niet goed. Nee, oké. Okay. Weet ik dat even leed? Nee. Ja, dan weet ik dat even. Tut. Ja, ja. Hallo. Is ook helemaal niet erg hoor, schat. Dus dat zeg ik even lekker met Lady lekker nog even lopen. Ik ga dus nu al wel weer richting huis. Ja. Hé, schat. Jij, hè? Ga je gras maaien alweer? Ja, gras maaien, goed zo. Ja, kom maar schat. Kom. Oversteken, goed zo. Dus ja, ik ga weer lekker in huis lopen met haar. Helemaal goed. En, oh, wat is er? Ja, hé, schat. Hé, een beetje doorlopen, schat. De patat, kom. Door, kom. Ja, je wordt een beetje traag van begrip, kom. En je wordt een beetje bruin. Mama kleur, hè? Kom, schatje. Goed zo. Ik ben lekker aan het verkleuren. Heel, heel nice om dat zo te zien, hè? Heel gaaf. Ja, je bent lekker aan het verkleuren, want je was helemaal zwart. Ja, kijk, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, hoor. Kijk, hier is helemaal bruin. Daar ook helemaal. Hallo. Hier is helemaal bruin aan het worden. Hier is ook helemaal bruin. Ze was helemaal zwart, hè? Kan je nagaan. Ze was echt helemaal zwart. En net zoals de kop. Wel uit. Kijk, hier ook helemaal bruin. Ze wordt oud. Ze wordt oud. Hé, schat. Hé, hey, lekker ding. Waarom ik hem aanzet? Want dan gaat ze hier waarschijnlijk weer tegenaan. Ik vind ze helemaal geweldig. Dat weet ik van haar.
Dat zeg ik, ga ze lekker weer tegenaan schuren. Dat mag ook van mij. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Daar mag het hond lekker voor zijn. Kijk, dat zeg ik, lekker er tegenaan. Heerlijk, man. Ja, en dan slijt de tuigen misschien wat sneller. Nou, en? Weet je, het is een hond. En een hond en die heeft ook wel eens jeuk. Dan kunnen ze het niet zeggen tegen ons. Nou, en zo wel. En even lekker geurtjes op doen. Lekker, hè? Lekkere wijfie. Ja, hè? En van snuffelen, daar worden ze ook heel moe van. Hoe oud ze ook zijn, dat maakt helemaal niet uit. Snuffelen is de beste medicijn. Ja. Hé, schat? Oh, lekker! Lekker, lekker, lekker! Lekker, hè, schat? Even lekker kriebelen, hè? Lekker, hè? Is lekker even kriebelen. 1, 2. Wel eens, is wel lekker, toch? Anders doe je dat niet. En hier doet ze het ook niet, bij deze hekjes. Alleen daar doet ze het. Hier nooit. Voedingsles, Oké. In gras. Helemaal goed. Nou ja, mevrouw Weigert. Mevrouw Weigert, ja. Helemaal goed. Kom maar. Ja, ik wil 3-4 in de Wildse Gaalwijn. Beauty, kom je ook? Ja, kom maar. En waar ben jij? Bij mij voor de deur. Oh, bij jou voor de deur. Anders. Achter de deur, links van de deur, rechts van de deur, in de buurt van de deur. En Beauty? Doe maar, lopen maar. Nou. Lekker eens in het gras, hè, schat? Ja. Doe maar. Ja, lekker met de hondjes lopen en garen aan de lijn. Alweer, sprakelijk, schat weer. Hé, hondjes? Ja? Wat heb je? Oh, het molletje te pakken. Het molletje uitgraven. Ja, ja. Hou het heel? Hé, hey, kleine. Kom maar. Nee. Nu. Kom. Kleine. Kom. Goed zo. Doe maar, Beauty. Lopen maar. Gaan we spelen. Baby. Ja, goed zo. Spelen met z'n allen. Lekker rennen. Je mag het weer. Oh ja, en ik wil eigenlijk en mijn diffuser achter wil ik gewoon hebben. Dat ook. Heb je een diffuser dan? Ja, achterkant. Ja. Oh, jij wel, ik niet. Ik heb ja, nee, die herkennen we. Dat niet. Nee, wil ik wel hebben, een diffuser. Ja, jij wel. Nou, stokje te pakken, helemaal goed. Beauty, laten we het heel. Die heb jij niet inderdaad, nee. Pak stokje. Kom maar. Lady. Lady, vrouw. Is dat lekker, schat? Hé, vind je dit lekker? Even lekker in het gras, hè? Lady. Hoi. Nee hoor. Lekkere wijfie. Tut.
De kleur van de kop, zo was ze helemaal vroeger, hè. Kun je nagaan wat ze verandert qua kleur nu. Hé, hey, Miepie. Wil je zo'n koekie? Hé. Hey. Wel, niet? Liddy. Waar is papa? Waar is de baas? En waar zijn de zusjes dan? Reageert echt nergens op, hè? Vindt helemaal wel prima. Hi, wijfie. Nee, wat mooi. Doet ze anders ook nooit. Ja, maar normaal ging ze altijd daar liggen. Maar nu, omdat daar iemand anders woont, gaat ze nou continu ook bij jullie en voor de deur liggen. Hè, Tut? Lekker, hè? Wat komen we hier mooi tegen? Dit is zo'n mooi dingetje. Wauw. Kijk hoor. En ik zie nou geen ene pepernoot op een scherm. Nu wel. Schermpje kantelen. Lijkt me een hele goeie. Zo. Kijk eens hoe mooi wat we nou tegenkomen, jongens. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Heel gaaf. Dobbelsteenwiel. Nee, die heb ik nog niet. Maar Dobbelsteenwieldopjes. Wonderleuk. Vind je het ook leuk? Ja, weet ik niet. Of ik het leuk vind. Die dobbelsteenwieldopjes. Ja, maar dan goed. Ja, is wel grappig, ja. Ja, is heel grappig. Schakelding. Ja, is heel grappig, ja. Dat is heel leuk. En dan daar nog, dan hier nog, is leuk, man. Ja, nee, joh, je meent het. Algemene Buggy Club Holland, oh, wat leuk. Dat is wel grappig, de algemene, ja. Is heel leuk. Dus, heb je ook zo'n buggy? Ga dan even naar deze club toe. Ja, yay, joepie. Alleen muntgeld. Muntgeld. En dat is dus ook dan met... Dat is opnemen. Ah, ja, oké. Okay. Nou. Zijn naar het casino geweest? Ja, ha, grappig, alsjeblieft. Wat? Jou even filmen hoe je dat allemaal aan het doen bent. Ja, alleen de pincode graag niet, by the way. Vind ik niet fijn. Je pincode, 4x0, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Meteen die pincode. Kijk. Hier staat alle pincodes op die je maar kan verzinnen. Oh, moet je wel even opletten wat je doet. Kijk, want nu is hij helder. Zie je dat, ja, wat ik doe? Hier staan alle combinaties van pincodes. Tot en met 100 cijfers. Helemaal goed. Ja. Wat is jouw pincode? Nou, hier staat de pincode op. 29307. En 29306, ook een pincode. Een T-code, wat is het nou? Telefoonnummer, ook nog. Storingen zijn. Oké, stel je moet geld storten. Ja. Je hebt een pinpas, gewoon een pinpas. Ja. Maakt niet uit. Doe je daarin? Even in het gleufje. Gleufje, ja. In het gleufje. Gleufje. Ja, in het gleufje. In het gleufje, ah wel. Even daar. Even kijken wat jouw telefoon aan het doen is hier. Helemaal niks. Doet hij niks? Ja, wacht even. Nee, ik wacht rustig. Transactieinformatie. Dus... Oh. Sorry, pas even. Heb ik ook gedaan. Pas even. Ja, hier, kijk hier. Hallo. Pas uit. Oké. We hebben dezelfde pincode, ook 4 piepjes. Jee. Yeah. Nu pas uit. Ja, eigen rekening.
Nou, en dan? Akkoord. Op akkoord. Losse munten. Losse munten, doorgaan, let op, losse munten, bla bla bla, ging we doorgaan. Het wordt alleen maar even gewaarschuwd. Munten invoeren. In het luik. Oeh, het luik. Het luik wordt geopend. Meteen al geteld. Nog 5 stokken. Ja, rustig. Gaat hij nog even controleren of er niks extra's in zit? Nee. Daar is ook niks uitgevallen, want anders hoor je dat wel. Ja, afronden? Ja, ik heb hier kijken. Ga jij maar kijken? Niks? Wel? Wel? Nou, er even in. Kom, 1, 2. Er even in nog. Pakt hij dus niet, pakt hij niet. Oké. Wel en wel eentje heeft hij lopen pakken. Hij heeft er twee gepakt. En doe nog een keertje, kom eens hier met een muntje. Kijken of hij hem wel weer pakt. Nee, oké. Nou, dan doe ik hem nou op afronden. Hij haalt hem daar nog vandaan. Doe ik hem nu op afronden. Gaat dat klepje weer dicht. Mag jij die wel houden. Hartstikke fijn. Hij gaat dus nu op afrinkelen. Hé, hey, er valt nog eentje uit. Ik hoorde wat. 2. En dan op akkoord. Leuk man. Alleen ik krijg het al Spaans benauwd omdat het hier allemaal moet. Waarom niet gewoon bij een bank? Nee, maar dat vond ik vroeger fijner dan hier, zeg maar. Als je een hele bank hier neer moet zetten. Nee, je snapt niet wat ik bedoel, please. Zo, dank je. Dank u wel, jee. We zijn er weer. Hi, schat. Ja, helemaal goed. Helemaal leuk. Dat ben benieuwd of die nagepakt. Dat ben benieuwd of die nagepakt. Ja, dat moet je soms dan even kijken. Dat is 50 in de aanbieding. Ja, maar dan kun je beter daar praten, want hier is hij. Je kan beter in principe hier praten, want hier is het wat meer gedempt dan daar. Nee, dus dan kan je beter hier gaan praten. Hier, nee, wat ik bedoel, op deze geluidsniveau dan daar. Dat is wat ik zeg. Mannen, wat doen? Dus even kijken, wat hebben we hier allemaal in de aanbieding? Nee. Maar jij zei iets toch net? Vertel, over de melk. Ja, de melk van 2,4 liter was in de aanbiedingenbak. Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat die kost zonder aanbieding. Nou, dan gaan we even kijken. Dan ga ik jou even achtervolgen. Vind ik leuk. Jou eventjes meelopen met jou. Schrappig. Hè? Ja, de meeloper. Ja, vandaag wel. En mijn dingetjes die zijn er nog steeds niet. Ik vind dit ook wel lekker. Ja, maar nee, nu niet. Nee.
Eens even kijken. Welke melk? €3,56, ja. Deze was dus in de aanbieding van de week. In de bak. Deze. En die is dus nu op dit moment deze prijs. Hallo. Ja, precies dat. Dus ja. Alsnog vind ik hem duur voor €2,50. Welke? Deze die jij al hebt. Jij verwacht op deze mevrouw. Geduld, monumenten. Rustig aan mevrouw, rustig aan. Dat is deze. En dat is dus... Goedemorgen. Deze koopt de rode dus altijd. Deze. En die is dus... nu. Hallo. Focus vandaag. Hij heeft er geen zin in om te gaan focussen. Zo, goedemorgen. Focus. Ja, focus. Ja, dus die haal je dus altijd, ja. Hè? Ja. Dat is dan 40 milliliter meer voor 50 cent extra. Wat denk je zelf? Nou, denk het niet, denk. Nou, gaan we die kant op lopen. Leuk. Hey, gaan we die kant op lopen. Is leuk. Ja, precies dat. Ik vind het leuk. Roderick die heeft even wat afgewassen. Ik moet even zelf de pannen en de bakjes doen. Dat komt ook goed. Ja. En dan krijg ik rond 6:30. Ja. Doei hè. Dat zeg ik en dan krijg ik dus zo meteen om 6:30 bezoek. Rond die tijd. Nou, daar loopt Ro nog steeds. Doei doei! Lekker is, schat. Lekker, hè? Was het lekker? Was het even lekker dan? Doei doei! Wordt het niet meer? Nee. Nou, prima. Nou, mijn auto staat dus nu eventjes half op de stoep. Mag dit? Nee, maar ik doe het wel. Vind ik leuk. Hier staat een hele mooie snoerboel. Loopt helemaal zo naar mijn schuur toe. En daar is mijn grote vriend. Die gaat het een en ander doen. Ja. Ja. Moet ik wel even kijken waar die nou zit. Precies hier. Moet ik even weten. Even kijken. Heel hard. Hij zit nou precies hier bij die R. Ja, kijk. Hier zit hij nou tussen. Dat is mooi. Hallo, scherp. Dankjewel. Ja, check. Zal ik hem even open doen voor je? Of wil je nog een voor en na doen? Voor en na. Ja, ik wou net zeggen. Oh, dat maakt me niet uit hoor. Die kenteken. Want die... staat er toch altijd al op. Ja. Oh ja, maar voor jou. Ja. Ja. Snap ik ook wel. Maar groen is wel mooi inderdaad, hè, bij mij. Ja. Oh. Toch, dacht ik. Ja, groen is een hele goeie. Ja, hij gaat het een en het ander doen bij mij. Ja, sorry, ik hou van en reclame op mijn auto pleuren. Ja, zeker. Dat heeft toch niet zo heel veel invloed, toch? Nee, natuurlijk niet. Oké. Ja, ik vraag maar.
Ja, hij heeft allemaal wat spulletjes mee. En ik ben nog steeds blij en met mijn voorraam, hè. Want die hebben jullie ook toen voor mij gedaan. Mijn voorruit. Ja, die kameleon. Ja. Ik heb eigenlijk folie. Ja. Hetzelfde deze kleur. Nee joh, oké. Okay. Ja, niet bij mij nu. Nee. Dat kan later, als je denkt aan streep met je auto hier of daar. Nou, ik wil dus eigenlijk gewoon groen hebben, zeg maar. Maar dan wil ik hem eigenlijk groene folie hebben. Ja. Wil ik hier, zeg maar, hier helemaal deze hele lijn. Ja. En aan de andere kant ook. Kan. En dan wil ik ook nog groen hebben op mijn S'jes. Ja. Voor en achter. Ja. En dan dit helemaal, groen, dit stuk helemaal. Ja. Aan de voorzijde. Het kan klein beetje, een klein streepje of geen. Gewoon en gewoon helemaal dit stuk. Lief. Ja. Oké, okay, dat kan. En dan nog aan de achterkant, misschien zeg maar. Horen. Ja, hier en hier ook inderdaad een heel klein groen. Kan. Zeker. Top, kijk. Dat zijn weer vriendjes aan het worden. Kijk, en wat ik dan ook nog wil, heel graag. Dan deze helemaal groen hebben, dit. Deze is kunststof. Kunststof, oké. Okay. Ja. Gaak. Stof hier is een beetje grof. Oké. Okay. Dus plak die folie hier niet. Oké. Okay. Dus, en dus dan moet ik het eigenlijk dus gewoon eigenlijk dit hebben, zeg maar. Ja. En dan kan het wel. Die wel. Die. Ja, oké. Okay. Dus als ik dit eigenlijk hier heb, zeg maar. Ja, dan wel. Dan en oké, check. Mm. Want ik wil dit eigenlijk hoogglans zwart hebben. Ja. Dus dat moet ik ook zien te fixen. Maar oké, top. Voor en achter, de S is groen ook, dus dat komt goed. De groen wat ik heb is precies hetzelfde kleur hier. Dus niet okay. Groen, maar... Oké, okay. Check. Top. Soort groen. Maar ga daar nu even bezig. En nee, mijn glas die breekt niet hoor jongens. Dat, en daar zorgt hij wel voor. Ja, ja. Je kan gewoon terugplakken. Oké, okay, top. Nou ja, het is after you. Want kijk, want ik word helemaal gek met mensen met groot licht, man. Schij uit. Helemaal niet vrolijk van. Dus ja. En dan gaan we eens even weer kijken hoe hij dat dus aan de achterkant gaat doen. Want eigenlijk wil ik deze raam eigenlijk ook hebben aan weerskanten. Maar ik weet al niet hoe duur. Want... Maar ja, maakt niet uit. Ik had eigenlijk ook deze, maar maakt niet uit. Komt wel goed. Kijk, mooie folie. 15% toch? Ja, zat. Hier, moet je kijken. Zot. Zo. Ja joh, zot. Want hij is al een beetje en getint, hè? Ja. Maar je ziet alsnog 's nachts te veel er doorheen. Ja, maar die 15% blijf je ook toch doorheen zien, maar van binnen naar buiten. Nee, precies. Nee, precies. Daarom juist. Daarom juist. Kijk, daar gaat hij sprayen. Gaat hij even helemaal mooi... Vet vrijmaken toch, is dit nu? Ja. Ja, schoonmaken. Schoonmaken. Nee, anders had ik gewoon naar jullie zaken ingekomen. Dat maakt ook niet uit voor mij. Het is toch om de hoek. Ja, nu komt de keuken ook. Hè? Huh? Ik smeer de keuken. Oké. Okay. Ja. Yeah. Ja, ik had wel eigenlijk action folie, maar daar ga ik echt niet aan beginnen. Want het is alleen maar, ik denk, nou laat maar. Ik laat het wel door jou doen. Is die goed? Action folie ook een beetje blauwachtig. Ja. Dus niet echt mooi zwart. Nee. En er zit geen optieke was in. Ja, en hier wel. Hier wel. Dat weet ik van jullie daarom. Ja.
ik moet sowieso nog een foto maken van deze kant. En dan ga ik mijn moeder vragen of dat mooi is. En dan moet mijn moeder dat even doen. Om die groen te maken ook. Maar ik weet niet of dat leuk is, dit. Komt wel goed. Oh. Zo doet hij dat dus. Check. Ik kan vasthouden voor je. Daarom plakt hij ook wel, maar je weet het nooit, hè? En nee, tape is niet erg voor de lak, mensen. Tape is niet erg. Deze tape al helemaal niet, want dan moet elke auto er last van hebben. Ik zeg het maar vast. Kijk, en zo ziet dat er al uit vanaf deze kant. Oeh, oeh, boe. Lekker man. Kijk, check. Helemaal goud. Zo. Ik ga er heel lang snijden, heel mooi. Kijk. Ja, ja. Zo strak mogelijk. En dit wordt gewoon dus vanuit huis gedaan, jongens. Altijd handig. Je hoeft niet naar hun toe, maar ze komen wel naar jou toe. Maar ik weet niet op hoeveel kilometers ze gaan, dat weet ik dan ook niet. Maar... Overal. Hè? Huh? Overal? Door het hele land. Door het hele land, oké. Okay. Maar we maken route eigenlijk. Oké. Okay. Dus elke dag zijn ze ergens anders. Oké, okay. Dus ook al woon je in Groningen en je wil het door hun laten doen, gewoon even contact opnemen en de link staat sowieso hieronder in de beschrijving. Deze trekt ook nog wel wat bij, zeker, of niet? Net zoals de kameleonfolie, of dat niet? Dat is op dezelfde manier. Oké. Okay. Nou, dit is dus eventjes aan de buitenkant, omdat het dus, ja, krimpt. Krimpt, ja. Dat zeg ik goed, hè? Dat die krimpt, hè? Nu. Ja. Ja. Net als de kameleonfolie, en die krimpt ook. Maar die kun je nog uitrekken, en dit ook. Alleen de vrip niet, nee. Maar krimpt niet eigenlijk, andersom. Ja, en dan moet je weer uitrekken. Precies. En dit kun je dan beter hierop doen. Ja. Heb je hem gelijk op maat. Vervormen. Hè? Huh? Die vervormen, eigenlijk als je het warm maakt, ja, dan vervormt die folie op de rand. Ja, precies. Nou, ik ga niet zo al te veel prijs geven, want anders dan gaan jullie het ook doen. Dat is niet handig. Nou, dan gaan we allemaal weer weg. Het is druk in de lucht, jongens. Daar is ook al, het is druk in de lucht. Nou, alles even lekker nat maken in mijn auto, helemaal top. Ja. Dat spul dat ruikt wel lekker, waarom weet ik niet, maar... Baby shampoo. Baby, baby shampoo, serieus? Ja. Oké, okay. Hecht het dan beter of? Gewoon voor schoonmaken. Oké. Okay. Dus, hij is niet zo sterk voor je bekleding, voor je binnenkant. Ja, oké. Okay. Dat ruikt wel lekker.
weet, die is gevoelig bijvoorbeeld voor de baby's. Ja. Die is ook gevoelig. Oké. Okay. Ja, tuurlijk. En met de achteruit en verwarming. Ja, je moet maar allemaal de spulletjes hebben hoor, jeetje. Nee, mijn man die vroeg ik al van, en welke ramen ga je nog meer doen? Ik zei, nou, ik zei eigenlijk wil ik nog, en de twee achterportieren nog een stukje en geblindeerd heb ik. Zeg maar, de achteruit is belangrijk voor mij. Nou, weer even lekker... schoonmaken. Vetvrij. Ja, en baby shampoo, dat is ook, en dat is ook vetvrij. Ja. Ja. Baby's hebben ook altijd vettig huidje. Ja. Eigenlijk is het wel logisch. Als je er zo over nadenkt. Ja. Nou, heeft daar alles in zijn buideltje. En wat hij dus nou inspuit, dat en dat komt dus aan de binnenkant en tegen het raam aan. Dacht ik zo uit mijn hoofd. Dan gaat hij het oprollen volgens mij, deze ook. Yes. Heb ik dat nog goed geleerd van de vorige keer. En toen nog met mijn voorraam, want de voorraam hebben deze jongens ook gedaan. Namelijk volgende week zaterdag een hele grote auto-meeting. Een hele grote. In Breda. Hard voor auto's. Ben je daar geweest? Nee, en daar ga ik naartoe. Ah, zaterdag. Nog? Ja. Weer. Aanstaande. En dan moet ik al om 6 uur mijn wekker zetten. Om 7 uur dan zit ik in de auto. Ja. En dat duurt tot 10 uur 's avonds. Dus dan ben ik ook wel gebroken als ik thuis kom. Ja, dat is naar mij sturen hoor. Misschien als ik ook tijd heb, ga ik daar. En dan moet je wel denk ik een ticket kopen. Maar Emma, ik stuur het wel even naar je door. Ja. Zometeen, komt goed. Ja, als je iets kan doen. Waarom niet? Ja, is toch handig? Ja, gaat dit weer, heeft hij het dus net weer ingespoten. Dat het dus extra schoon is. Even goed schudden. Lekker, lekker. Dat het sop krijgt in plaats water. Denk ik zo. Dat denk ik haast wel. Nou, heeft hij dus nou. Gaat hij de folie ervan afhalen. Die erop zit. Oh, dat doe jij dus zo. Ja, dat kan ook. Ben ik eigenlijk blij in dat ik een mat erin heb. Dat is handig.
verschil al, hè, gelijk. Jeetje. Wauw. Top. Thank you. Zo. Je kan ook van binnen kijken. Ja, ga ik ook zo doen. Zo duidelijk. Ja. Gaan we kijken. Kijk eens aan. Nou, dit zie ik dan nu. Helemaal top. Beter, hè? Heel stuk beter. Thank you. Top. Ja, top. En goed strak? Ja. Zit er heel goed strak op. Ja, je ziet. En dat gaat nog donkerder worden, dat weet ik. Iets. Ik moet weer een beetje acclimatiseren. Maar het is wel beter, ja. Vele malen beter. Thank you. Alsjeblieft. Thank you. Ga jij eens seinen nu? Dank je, dank je. Dat is Rodi die dus achter mij rijdt nu. Je merkt het bijna niet. Wat? Dat is niet de seinen. Nee. Wat voor het heeft het zijn en dan is het toch niet ziet. Doe eens nog een keer. Ja, wacht even. Thank you. Dat is handig. Een vlogcamera. Ja, ja, ja. Om een keer neerzetten. Ja, dat is handig toch? Dus ja, lekker eventjes rondtour samen met Roderick. Yay! Goedenavond, ja. Dan lig ik nu nog niet op bed, maar ik ga wel zo naar bed. Ik zit nog lekker op het bureaustoel. Helemaal geweldig. Maar ik ga wel deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.